Go Ahead tegen Bram Bergen. Wie is eigenlijk favoriet? Ik denk Go Ahead niet, eerlijk gezegd. Nee, zeg, mijn gevoel zegt dat ook niet. Nou, deze transfer zomer tot nu toe in ieder geval niet. Nee, want Rommers, Willemson en Kuipers weg. En misschien nog wel het belangrijkste, de trainer. Haken. Simonis is de opvolger. Dat is wel een leuke keuze natuurlijk. En ja, Kelvin Twicht is de enige die terugkomt, Chris. Of in ieder geval grote transfer. Soerai. Ja, dat is trouwens wel een goeie van Dordrecht. Ja. Ik vond dat de beste speler van de KKD vorig jaar. Ja, nee, dat is waar. Ja. Maar ze hebben natuurlijk wel... Ja, ze hebben de drie beste spelers die ze hadden, zijn ze kwijt. Ja. En ze hebben twee, drie spelers teruggehaald die daar qua niveau gewoon echt minder zijn. Dus... Dan doe je een jas uit. En Bran is natuurlijk Noorse competitie. Dus die zitten niet in de voorbereiding. Zitten lekker in de flow. Vroeger zagen we wel eens dat Juventus eind augustus nacht van Djurgårdens Gardens verloor in Europa. Ja, dan zou Go Ahead tegen Bran. En dat Bran, dat weten we natuurlijk nog van die wedstrijd tegen AZ. Vorig jaar. Het zit heel goed AZ in elkaar. AZ lag er bijna uit. Het zijn allemaal geen wonderspelers, maar het zit heel goed in elkaar. Ja. Dus, nou, ze hebben natuurlijk die Tengstedt eigenlijk gehaald als opvolger. Want, in de winter eigenlijk al. Paul Bosveld zei dat ze eigenlijk vorig jaar al wel hadden verwacht dat er wat spelers zouden vertrekken. Maar alleen die viel wel voor rust al uit in die laatste oefenwedstrijd tegen Genk. Dus ik hoop dat die fit is. Ja. Maar ze hebben overigens best wel aardig, want ze wonnen gewoon van Genk, hè? Ja. Dat vind ik best wel een... Ja. En nou zegt zo'n voorbereiding niet altijd wat, maar België gaat ook beginnen. Mm-hmm. Dus Genk heeft denk ik echt gewoon met een aardig elftal gespeeld. Dus dat vind ik dan toch wel knap. Dus ik hoop op een wonder wil ik het niet noemen, maar wel op een verrassing. Want Brand is volgens mij wel de favoriet. Maar... Opvallend dat de linksbuiten Edvardsen nog daar speelt, vind ik altijd maar. Ja, op zich wel. Alleen ze hebben Rommers en Willemson weggedaan. Als ze die ook nog... Niet dat Go Ahead er baat bij heeft, maar dat clubs hem niet ophalen. Ik vind het gewoon een beetje wisselvallig was. Ja, bij, maar hij deed ook niet mee die laatste oefenwedstrijd. Ik weet niet of hij geblesseerd was. Hij was ook wel vaak geblesseerd. Hij is ook zeker de laatste seizoen is hij veel geblesseerd geweest. Die spits heeft goed gescoord. Victor, hoe heet die? Die ander? Victor. Victor is een spits, ja. Dus als die maar echt weet je, Go Ahead, dit is natuurlijk wel waar Go Ahead uiteindelijk ook weer mee kan doorgroeien. Met het verkopen van ongeveer 7 miljoen aan spelers is het denk ik alles bij elkaar. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Dat is natuurlijk fantastisch. En dan haal je jongens als Twicht en Dirksen waar nog ontwikkeling in zit. Ja. Zo moeten ze het doen. En, ze hebben slechte loting hoor, met Bramberg. Het is AZ in het klein eigenlijk. Hè? Dat je doet sportief een jasje uit, maar het kan niet anders. En ja, precies wat jij zegt. 6, 7 miljoen aan spelers binnenhalen voor club. 6, 7 ton was dan niet eens mogelijk 5 jaar geleden. En nu halen ze... Dat is natuurlijk echt een enorme sprong die ze gemaakt hebben. En ook voor spelers die, zoals een Twicht of zo, die denkt... Hey, Go Ahead, daar moet ik naartoe, want dan kan ik me ontwikkelen. En als ik beter word, dan kom ik weg. Dat is natuurlijk goud waard. Dat straalt zo'n club ook uit. Immers respect voor hoe die club de afgelopen jaren toch opgekomen is. Dat is toch geweldig gedaan. En de manier waarop. Geweldig, Leuk voetbal ook. Want als je coach op Manchester United wordt weggehaald, dan heb je het goed gedaan. En dan was er wel een klein linkje met Ten Hag.